wie is goedje op mij spuiten. Oké, dat klinkt verkeerd. Niet dubbel denken. Welkom bij een nieuwe mondsoep video. Vandaag gaan we mijn wildkamera's terug ophalen die ik ongeveer 3-4 dagen geleden heb opgehangen. Die gaan we dus vandaag terug ophalen. Maar eerst gaan we een wie is goedje op mij spuiten. Oké, dat klinkt verkeerd. Niet dubbel denken. Namelijk tekenspray. Dat gaan we eerst doen. Dit is dus de tekenspray gaan halen in de Aldi. En ik heb ook zo eentje voor insecten. Tegen de muggen. Ja, en tegen ongedierte insecten dus. Die jou willen prikken en steken. Dat is hetzelfde. Maar oké. Deze is dus de tekenspray en... Ik wou eerst niet geloven dat het werkt, maar het werkt dus echt waar en dit is echt goede shit. Dus ik ga dat nu even op mij spuiten en dan zijn we klaar om mijn wildkamera's op te gaan halen. Oh, wat een stankast. Ook goed van achter. Ah ja, want anders gaat het niet gekomen. Ja, normaal heb ik zo'n selfie stick, maar die weet ik helaas niet liggen. Dus het zal ergens wel liggen, maar ik ben altijd zo ordelijk. En nu zie ik, allee, waar is dat dopje? Allee, waar is dat dopje nu? Allee. Nee. Oh. Ah, hier. Stom maar ik daar ben. Ik heb normaal een selfie stick. Maar op het moment weet ik die niet liggen. Zo uit de hand filmen is toch wel moeilijker. I'm ready to go. Zo. Ik ben dus onderweg. Ja, mijn wildkamera's nu, die hangen ongeveer een, kijk even een keer, die hangen ongeveer goeie 2 kilometer verder. Ik heb mijn wildkamera's geplaatst aan een soort moeras, bennetje, zoiets. En een paar weken geleden heb ik daar een bosuil kunnen filmen. En een damhertenbok die niet op beeld wordt, dus wat doet hij? Die waarschijnlijk bij zijn gewei of tegen geschuurd tegen mijn wildcamera, maar gelukkig heeft mijn wildcamera het overleefd, maar die hangt helemaal ondersteboven. Maar ja, het is ook zo warme periodes geweest en nu nog natuurlijk, dus die dieren moeten drinken. Dus ja, mijn wildcamera's hangen echt op een hele goede plaats. Zo, juist aangekomen aan de locatie. Oh, godverdomme. Oh, tyfus. Ja, echt jongen, ik struikelde gewoon over die balk, niet normaal gast. Oh, godverdomme. Maar ik heb ook weer zo'n Jeannette-broek aan, hè? Die echt spant als je ergens over wilt klimmen. Fuck man, dat gaat waarschijnlijk weer schaafwondje zijn. Maar ja, ik heb ook al avonturen meegemaakt, hè? Maar ik geniet elke dag zo. Natuurlijk wel uitkijken en weer jagers of zo zien, want ja,
daar heb ik het helemaal niet voor. Dit is het uitzicht. Op het moment schijnt de zon tussen de bomen. Ik weet niet dat jullie het zien. En aan dat stuk daar heb ik heel veel camera's hangen. Ik heb er 2 ophangen. Daar aan die witte stam hangt er alleen. Het is dus het plekje waar dat ik 2 wildkamers heb ophangen. Het is camera 1. We gaan eens kijken. Zal ik al de kweer zijn, hè? We gaan eens kijken. Look it up. Het is echt moeilijk, jongen. Ik zeg het. Ik had zo'n selfie stick met pootjes. Ik kon je ergens neerzetten, maar ja, ik weet dus natuurlijk niet waar dat ik hem heb gelaten. Dat is oerdom van mij natuurlijk, maar... We gaan eens kijken. We hebben 5 opnames, ja sowieso mij al, dat ik juist aankwam. Ik heb 5 beelden, ik ga hem meepakken. En dan kunnen we kijken wat dat er allemaal op staat. En dan achter deze video laat ik jullie allemaal de filmpjes van de wildcamera zien. Zo, we gaan nu naar wildcamera 2. Ali. Dat is aangebrand, gast. Deze dennenappel is aangebrand. Zo, aangekomen aan een van mijn beste wildcamera's die ik heb. De Suspect Game Camera. Je ziet dus hier, hangt de flits bovenop. En deze is ook goed beveiligd met slot en grendel. Dus als er hier beesten op komen te staan, dan wordt er in de nacht kleuropnames gegeven dankzij deze flitser. I'm so happy. Ga die zien. Wat dat we allemaal hierop hebben. Oké. Okay. 11 beelden. Ik zie 11 beelden, waaronder mij. Oh, hier zie ik iets zitten. Ja. Zo te zien, een houtduif. Maar hij is erg klein. Dus we pakken deze ook mee naar huis en dan kunnen we zien wat dat is. Voilà. Wat is die echt? Oh my god. Look it. Ik houde juist even mijn gat vast. Omdat ik iets nat voelde. Oké, klinkt verkeerd. Maar dat is dus, ik heb dus met mijn laarzen daarin gestaan. Waarschijnlijk heeft het eens van deze nachten geregend gehad. En die bodem wordt dan los en dan zak je gewoon in. Je moet het zien. Maar ik blijf wel aan de kant nu. Nee. Ik zeg het jong, dat is echt moeras. Even afkuisen. Zo, maar deze tak heb ik... Allee. Wortel eigenlijk, wat je ziet, hè. Deze wortel heb ik hier geplaatst omdat in de week hier de bos al op zat, op deze tak. Dus heb ik deze uit het bos gehaald en heb ik die hier gezet om te zien of dat we hier de bos al op te pakken krijgen. Dan heb ik ook mijn Suspect Game Camera aan deze boom gehangen, naar dit hier gericht.
Maar hier komen we dus ook dan merten. Het is hier echt een mooi afgelegen stuk. Zolang dat er geen jagers of stropers komen natuurlijk. Maar ik heb mijn wildcamera's hier al eerder gehangen gehad. Die vogelpoep, vogelshit. Oké, ik ga mijn suspect teamcamera afhalen. En dan going home. En ik kon het zien bruin vanwege mijn laarzen. Ik heb met mijn laarzen tegen mijn broek gezeten. Oh. Dat gaat in de was, hè? Weer al. Mr. Proper. Ik weet niet dat jullie dat geluidje horen, maar dat zijn boomklevertjes. Zo tip, 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 tip. Ja, boomklevers. Oké, dus ik ga nu naar huis. Ik ga de beelden bekijken en dan zien jullie ze wel verschijnen. En ik zie jullie graag in een volgende video van Monsthoep. Tot dan!